80 gemeenteraadsleden. Nou, we zijn hier samen in een prachtig mooie kapel. En we gaan over niet-talige stem hebben. Bijvoorbeeld niet kunnen praten, niet kunnen lezen, niet kunnen schrijven. Ook mensen die doof zijn, die kunnen niet meedoen in het politieke proces. De kunstenaars zijn hier gekomen. We hebben kleine bedrijfjes die hier zijn gekomen. En die hebben we allemaal wat. En de tiny houses zijn gekomen natuurlijk. Die plaats hebben gevonden in het prachtig mooie landpark. We vonden het belangrijk om de niet-talige stemmers ook kans te geven om mee te doen. Wij hebben ook grote belangen bij die ontwikkelingen. Dus ja, dat is ook aan ons dat wij ook burgers zijn. Zeker voor de mindertalige en niet-talige is de begeleiding toch het verlengstuk voor de stem. Ja, daarin wordt wel een bepaald niveau van expertise verwacht natuurlijk. Ik zou het wel mooi vinden als de beslissers hier wel eens een kijkje komen nemen of een keer een dienstje mee kunnen komen draaien om te zien hoe de begeleiding en de bewoners het elke dag ervaren. En om er dingen van te leren, om het mee te nemen in de besluitvorming. Voor om er een leukere plek van te maken natuurlijk. Ja, want of je hebt het nou over burgerrechten, mensenrechten, dierrechten en natuurrechten. We leven in een cirkel en de cirkel, alles bij elkaar, heet bestaanszekerheid. Ja, ik hoor jullie eigenlijk drie dingen zeggen, denk ik. De eerste, dat de bewoners hier, ook al kunnen ze misschien niet praten of niet goed praten, wel degelijk ook onderdeel zijn van een democratie en daarin gewoon meedoen. Dus dat het misschien niet zoveel vraagt van de bewoners om iets extra's te krijgen zodat ze mee kunnen doen, maar misschien meer van de mensen die in besluitvorming zitten om toenadering te zoeken of om wat rustiger of stil te staan, wat te vertragen, om dat te kunnen zien, hè. Hoe doen mensen dat die niet goed kunnen praten, die niet goed met een informatieavond mee kunnen komen bijvoorbeeld? Hoe zijn zij wel onderdeel van onze democratie? En dat geldt hier, maar dat geldt natuurlijk ook op andere plekken in Nederland. Dus dat is het eerste, denk ik. En het tweede wat ik ook heel erg hoor, is dat je op allerlei verschillende manieren ook je kan uiten. Dat je daar ook oog voor moet hebben. Dus dat je let op lichaamstaal, hoe mensen dingen doen, hoe ze zich verhouden tot anderen en dat daar ook kennis in zit. Dus een soort belichaamde kennis, niet alleen maar talige kennis. Dat dat heel belangrijk is. Mm-hmm. En het derde punt, wat me doet wat jij zei, is dat de begeleiders, hè, die heel veel tijd doorbrengen met bewoners, maar misschien ook wel familieleden of vrijwilligers, dat die eigenlijk ook heel veel kennis hebben van over wat werkt. Heel veel zien, heel veel horen, ook nieuwe dingen uitvinden. En dat die kennis niet alleen in de zorg gebruikt kan worden, maar ook politieke betekenis heeft. Dus dat zijn denk ik drie dingen die we hier op het landpark met elkaar doen en uitvinden en zichtbaar maken. En hopelijk dat de gemeenteraad daar wat aan heeft. Bedankt voor dat we deze mogen opnemen. En we zien dit tegemoet.